Welkom bij het journaal Ontslagrecht van de maand oktober. Deze keer verzorgt Van Bladel Advocaten deze uitzending vanuit het kantoor in Utrecht. We bespreken met u de uitspraken van de zomer van 2023, gerelateerd aan ontslag op staande voet en de rol van mediation. We gaan beginnen. Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij het ontslagrechtjournaal van Van Bladel Advocaten. Mede mogelijk gemaakt door de Academie voor de Rechtspraktijk. Wij zitten in ons kantoor in Utrecht aan het Wilhelminapark. En naast mij zit Dies Siegers en mijn naam is Lisbeth Zwitserloot. Wij gaan u vandaag in een klein uurtje tijd meenemen in twee recente arresten van de Hoge Raad over ontslag op staande voet. En twee uitspraken, één van de kantonrechter en één van het gerechtshof, over het niet meewerken door de werkgever aan mediation. Via de button in uw scherm bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. Die zien wij hier op onze iPad en die zullen we dan zoveel als mogelijk proberen te beantwoorden. Uiteraard mag u ook altijd na afloop van deze uitzending nog uw vragen stellen per e-mail en dan komen wij daar zeker op terug. Ik geef nu het woord aan Dies en ik wens u allen heel veel kijkplezier. Dies. Dankjewel Lisbeth. Mag ik van jou de doorklikker van... Ja, dank je. Alsjeblieft. Helemaal goed. Ja, Lisbeth zei het al. Wij gaan vandaag wat vertellen over een aantal uitspraken van de zomer van dit jaar. En er zijn twee arresten deze zomer gewezen door de Hoge Raad die verband houden met ontslag op staande voet. En ik denk dat het goed is om nog even te kijken naar wat is ook alweer tot op heden het ontslagrecht als we kijken naar de uitspraken van de Hoge Raad en dan eigenlijk het mijlpaalarrest wat over de dringende reden gaat. Dat is het arrest van de Hoge Raad van 12 februari 1999. Ook wel het arrest van de man met de hamer genoemd. Wat was er ook alweer aan de hand? Daarin ging het over een familiebedrijf waarbij de dochter van de directeur kennelijk op het bedrijf was en die had kennelijk kritiek gehad op een werknemer die daar werkte omdat ze vond dat deze meneer te lang koffiepauze aan het houden was. Nou, dat werd een soort ruzietje en die werknemer die pakte uiteindelijk de dochter in de houtgreep en zette haar buiten de deur. Nou, die dochter is kennelijk naar de moeder gerend, want daarna kwam de echtgenote van de directeur verhaal halen op kantoor bij die werknemer. En die werknemer werd toen zo boos dat hij, die mevrouw uiteindelijk een soort van te lijf is gegaan. Hij pakte zelfs een hamer en ging daarmee naar haar toe. Hij heeft haar uiteindelijk niet met de hamerkop geslagen, maar wel met de steel van de hamer. En die mevrouw had ook duidelijk aantoonbaar blauwe plekken naar aanleiding van deze hele gang van zaken. Nou, die zaak is uiteindelijk bij de Hoge Raad terechtgekomen, waarbij de vraag was, ja, als je nou een soort van uitgelokt wordt ook, hè, is dat dan wel een dringende reden? Dus aan de Hoge Raad werd uiteindelijk de vraag gesteld, wat moet je nou afwegen als werkgever om te kunnen bepalen of er sprake is van zo'n dringende reden? De Hoge Raad, en dat doet de Hoge Raad wel vaker in uitspraken, die zei, ja, je moet om te kunnen bepalen of er sprake is van zo'n dringende reden voor een ontslag op staande voet, kijken naar alle omstandigheden van het geval en die moet je dan beoordelen in onderling verband en samenhang. Nou, dat is nogal een wat vaag uitgangspunt. Als je dat als buitenstaander zo hoort, denk je, maar wat dan? Dat heeft de Hoge Raad wel iets verduidelijkt. Die heeft gezegd, we moeten in elk geval kijken naar uiteraard de aard en de ernst van het gebeurde. Wat heeft zich nou voorgedaan op dit moment? Dus in dit geval die situatie dat die man die vrouw geslagen heeft met die hamer. Dat is toch wel een op zichzelf ernstig feit. Het buitenzetten van dat kind in de houtgreep, nou dat is misschien wat minder erg. Maar samen zou dat wel een soort optelsom kunnen zijn ook.
Dus daar moet je naar kijken. Je moet ook kijken naar de aard van het dienstverband. Hè. Heeft iemand nou een contract van 10 uur per week of is die fulltijd in dienst bij zo'n werkgever? Hoe lang is die werknemer al in dienst? Hè? Is die al jarenlang in dienst en heeft die eigenlijk altijd goed gefunctioneerd? Hè? Dus de duur en de invulling aan die arbeidsovereenkomst, hoe heeft die plaatsgehad? Waarbij je natuurlijk ook kunt veronderstellen dat als iemand pas net in dienst is en iets doet wat niet door de beugel kan, dat dat al sneller een ontslag op staande voet zal rechtvaardigen dan iemand die al sinds jaar en dag in dienst is bij een werkgever en altijd goed gefunctioneerd heeft en 1 keer uit de bocht vliegt. Dan zegt de Hoge Raad, je moet zelfs ook kijken naar de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Hè? Hoe oud is die werknemer? Wat zijn de gevolgen voor de werknemer? Nou, en dan weten we allemaal dat als iemand op staande voet ontslagen wordt als werknemer, dat je dan van de ene op de andere dag geen aanspraak meer hebt op loon. Je kunt ook niet in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Dus die gevolgen zijn zonder meer heel hard. Daar moet je als werkgever je ook wel rekenschap van geven dat je die omstandigheden hebt meegewogen bij de vraag of je vindt dat iemand op staande voet ontslagen kan worden. En daarbij moet je eigenlijk ook een soort belangenafweging maken tussen wat de werkgever als belang heeft, namelijk het onmiddellijk eindigen van die arbeidsovereenkomst, omdat niet meer van die werkgever gevergd kan worden om met deze werknemer verder te gaan. En de belangen van de werknemer bij toch het voortzetten van het dienstverband of misschien op een andere manier ontslag, waardoor bij ontslag op staande voet heeft iemand natuurlijk meteen geen recht meer op loon en geen recht meer op een WW-uitkering. Maar er zijn ook andere manieren om tot een beëindiging te komen waardoor de gevolgen wat minder ernstig zijn. Ook daar heeft de Hoge Raad eigenlijk over dat gevolgencriterium een standaardarrest gewezen. Dat is de zaak HEMA tegen meneer Prins, P genoemd. Deze meneer die had in verband met een reorganisatie, was al jarenlang in dienst bij de HEMA, maar was vanwege een reorganisatie overeengekomen dat er een einde zou komen aan de arbeidsovereenkomst op een maand, op een termijn van 1 of 3. En op de laatste dag dat hij feitelijk nog aan het werk was, daarna zou hij 2 maanden vrijgesteld worden van werk, op die laatste dag ging hij naar huis met 2 blikken motorolie in zijn fietstas. Van elk toen nog in guldens, nog geen 5 gulden per stuk. En HEMA kwam daarachter en daarmee werd dus de HEMA vond dat voldoende reden om die man toch op staande voet te ontslaan. Terwijl, hè, als je kijkt naar de waarde van die blikken en gelet op de eindeloze duur van dat dienstverband van die meneer, plus het feit, en dat overwoog ook de Hoge Raad, dat je dat moet afwegen, die persoonlijke gevolgen. Doordat die meneer op staande voet ontslagen werd, kreeg hij ook geen aanspraak meer op de ontslagvergoeding. Een soort aanvulling op de WW kreeg hij in het kader van de reorganisatie. Nou, al die afspraken kwamen per direct te vervallen. En die man zou ook daarmee de overbrugging tot aan zijn pensioen kwijtraken. Dus die belangen waren in die zaak zodanig ernstig dat uiteindelijk het Hof gezegd heeft, hè, die 2 blikken motorolie wegnemen, dat weegt eigenlijk niet op tegen het belang van deze werknemer bij toch een zachte uitgang naar het einde van het dienstverband, dat toch al zou volgen over 2 maanden. Dus daar was een ontslag op staande voet eigenlijk een te zwaar middel. Goed, dat voor wat betreft de achtergrond van de dringende reden. Dus dan gaat het echt om, zijn de omstandigheden op zich voldoende om te komen tot het oordeel dat iemand op staande voet mag worden ontslagen. Dan heb je ook nog formele eisen aan een ontslag op staande voet. En dat zijn er eigenlijk 2. Dat betekent dat als er zo'n ontslagreden zich voordoet, dan moet de werkgever, als het gaat om een werknemer die iets verkeerds doet, moet voortvarend te werk gaan en eigenlijk onverwijld opzeggen. Dat is de formele term die daarvoor gebruikt wordt. Dat betekent dat eigenlijk zodra de werkgever kennis heeft van wat er is gebeurd, de afweging moet maken of die dat voldoende vindt voor een ontslag op staande voet en dat dan ook eigenlijk direct aan de werknemer moet meedelen. Daar zit wel wat ruimte voor de werkgever om eerst eigen onderzoek te doen natuurlijk naar dat ontslag.
Ook om bijvoorbeeld een advocaat te bellen om te kijken wat die de werkgever adviseert, of er genoeg grond is voor een ontslag op staande voet. Dus dat betekent niet dat je binnen een uur moet handelen, je hebt wel enige ruimte. Maar je moet het wel snel, zo snel mogelijk, dan uiteindelijk doen. Omdat ook het feit dat iets zo ernstig is dat je meteen van elkaar af wil, dat blijkt natuurlijk ook wel uit het feit dat het niet kan wachten dat je stopt met die arbeidsovereenkomst. Dus dat hangt met elkaar samen. En daarbij hoort dan ook dat je direct aan de werknemer de ontslaggrond meedeelt. Dus je moet ook onverwijld meedelen wat de reden is voor dat ontslag op staande voet. Nou, en over die zaak, die formele voorwaarden voor een ontslag op staande voet, heeft de Hoge Raad op 30 juni van dit jaar een arrest gewezen. Dat ging in die zaak over een CEO die sinds 2019 directeur was, ook minderheidsaandeelhouder van het bedrijf waar hij werkzaam was. Hij was al begonnen bij die club in 2009, toen nog in een gewone functie, en uiteindelijk was hij kennelijk doorgegroeid naar CEO. Met instemming van die werkgever verhuist deze meneer naar Cyprus. Hij blijft zijn werk voor dit bedrijf gewoon doen, maar hij richt daar ook een eigen onderneming op. Wat van belang is om te weten, is dat in de arbeidsovereenkomst van die CEO stond dat hij geen concurrerende activiteiten mocht verrichten tijdens zijn dienstverband. Dus vergeleken met de activiteiten van het bedrijf waar hij CEO was. En ook na afloop van het dienstverband mocht hij geen concurrentie aandoen. Het was een bedrijf dat handelde in luxe goederen. Dat bedrijf duldde dus niet dat die CEO eventueel gebruik zou kunnen maken van zijn netwerk om zelf zijn eigen belangen na te streven met concurrerende activiteiten. Dus dat was verboden. Nou, uiteindelijk op 3 augustus komt die werkgever erachter via een telefoongesprek dat iemand had meegeluisterd. Dat er toch het vermoeden bestond dat hij op Cyprus niet alleen bezig was met het werk voor het bedrijf waar hij CEO van was, maar ook voor zijn eigen bedrijf en ook met activiteiten die wel heel erg leken op de activiteiten van zijn eigen werkgever. Nou, toen dat vermoeden ontstond, heeft die werkgever deze meneer direct op non-actief gezet, wel met behoud van loon, een soort schorsing. Waarbij werd aangekondigd dat ze verder onderzoek zouden doen naar waar deze meneer nou allemaal mee bezig was. En op 29 augustus wordt hem aangekondigd dat er ook een forensisch onderzoeksbureau onderzoek gaat doen, als een soort accountantsonderzoek naar wat er nou precies is gebeurd. En daar wordt door dat onderzoeksbureau zelf ook aangekondigd dat er nog hoor en wederhoor zal plaatsvinden tijdens dat onderzoek. Met andere woorden, die CEO zou door het onderzoeksbureau uitgenodigd worden als de feiten wat meer inzichtelijk zouden zijn. Nou, nog geen 2 dagen later kondigt de werkgever aan dat er een voornemen is om deze man op staande voet te ontslaan. Van hoor en wederhoor is in dat kader helemaal geen sprake geweest, omdat het onderzoeksbureau en de werkgever zelf zoveel documenten kennelijk boven tafel hadden gehaald, dat er eigenlijk geen reden meer was om te twijfelen aan het feit dat deze werknemer concurrerende activiteiten had verricht. Overigens niet alleen concurrerende activiteiten, er kwamen ook allerlei berichten dat deze man intimiderend zou optreden, dat hij racistische uitlatingen zou doen. Dus het was een soort enorme kluwe aan verwijten die zodanig ernstig waren dat die werkgever aankondigde: nou, wij weten dit nu en we hebben het voornemen om je op staande voet te ontslaan. De CEO reageert ook op dat voornemen eigenlijk direct in die dagen daarop. Stuurt hij verschillende e-mails waarin hij reageert op de verwijten die al enigszins waren toegelicht in dat voornemen voor het ontslag. Maar uiteindelijk besluit de werkgever dan toch om in een brief van 3 september deze CEO op staande voet te ontslaan. Die ontslagbrief, dat is een pakket van 16 redenen waar genoemd wordt wat dan de redenen zijn voor het ontslag op staande voet.
En die redenen die variëren dus van hè, dat de werkgever het bewijs zou hebben van concurrerende activiteiten die hij zelf in zijn eigen tijd en voor zijn eigen bedrijf zou hebben verricht, tot racistische uitlatingen, tot intimiderend gedrag. En in die brief werd verwezen naar allerlei voetnoten waar geciteerd werd uit stukken waaruit het bewijs dan zou volgen van en de concurrerende activiteiten en alle zaken die hij verder verkeerd had gedaan. Uiteindelijk staat er in de stukken van dit arrest dat er 4 ordners waren met bijlagen die eigenlijk hoorden bij die brief die onderbouwde wat het bewijs was van die 16 redenen die werden opgesomd in de brief. Goed, uiteindelijk heeft die werkgever die man gevraagd om al zijn bedrijfsspullen in te leveren. Dat heeft hij niet gedaan en toen heeft de werkgever zekerheidshalve nog een keer een ontslag op staande voet gegeven op 18 september vanwege het niet inleveren van de bedrijfsmiddelen. Doet verder voor deze zaak eigenlijk niet zo ter zake. Het gaat eigenlijk om dat eerste ontslag van 3 september. Nou, die zaak komt uiteindelijk bij de kantonrechter. Die werkgever had het ontslag verleend en deze werknemer die zegt, ja, ho eens even, ik vind dat ik niet goed weet of niet goed kan nagaan. Uit die 16 redenen kan ik niet goed destilleren wat nou zo ernstig voor jullie was dat dat het ontslag op staande voet rechtvaardigde. Dus ik vind dat ik niet op staande voet had kunnen worden ontslagen en ik maak aanspraak op betaling van de transitievergoeding, een billijke vergoeding, omdat het ontslag in strijd met de regels is gegeven, want er was geen grond voor een ontslag op staande voet. En ik heb ook nog een contractuele ontslagvergoeding in mijn contract staan, dus ook dat wil ik dat dat betaald wordt. Nou, de kantonrechter zegt, die brief moet voor die werknemer voldoende duidelijk zijn geweest dat al die 16 redenen, ook in onderlinge samenhang bezien, voldoende duidelijkheid opleverde over de vraag waarom hij op staande voet werd ontslagen. Dus de kantonrechter wijst de vorderingen van die werknemer af. Hij staat met lege handen en het ontslag op staande voet was dus in de ogen van de kantonrechter terecht gegeven. Nou, die werknemer laat het daar niet bij zitten, gaat naar het Hof Amsterdam. En die komt tot een andere conclusie. Het Hof zegt, er is niet voldaan aan die formele eis van een onverwijlde mededeling waarvoor duidelijk moet zijn voor de werknemer dat klip en klaar is op welke gronden die op staande voet is ontslagen. Het Hof vindt dat uit die 16 gronden onvoldoende duidelijk wordt welke van die 16 nou precies hebben geleid tot het ontslag op staande voet. Welke was nou de doorslag of in welke onderlinge samenhang moet je die gedragingen nou zien? Dat was onvoldoende duidelijk, zei het Hof. Verder zei het Hof dat dat bedrijf wat namens de werkgever onderzoek zou doen, dat forensisch onderzoeksbureau, dat had aangekondigd dat deze werkgever het onderzoek zou doen waarbij de feiten zouden worden vastgesteld en dat die CEO ook de gelegenheid zou krijgen om in het kader van dat onderzoek van dat bureau hoor en wederhoor te laten plaatsvinden. Dus dat is niet gebeurd. Dat onderzoeksbureau is op 29 augustus begonnen en op 31 augustus was het voornemen tot ontslag er al. Dus zo snel kan zo'n onderzoek niet plaatsvinden, zei het Hof. Dat moet onbetrouwbaar worden geacht en dat kan dus niet bijdragen als ontslaggrond. Dus het Hof Amsterdam wijst de transitievergoeding toe, een billijke vergoeding en ook nog de contractuele beëindigingsvergoeding. Nou, die werkgever die was het daar natuurlijk weer niet mee eens, want die dacht, ja, de kantonrechter vond dat we het wel goed gedaan hadden. Wij vinden ook dat we het goed gedaan hebben, dus we leggen deze zaak voor aan de Hoge Raad. En dan krijg je bij zo'n uitspraak altijd eerst een advies van de advocaat-generaal. En uiteindelijk heeft de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal in deze zaak ook gevolgd. Dus het is belangrijk om dan even te kijken wat de advocaat-generaal eigenlijk zegt over onverwijlde mededeling van de ontslaggrond. En de AG die begint eigenlijk met het uitgangspunt dat die formele eis eigenlijk van belang is, omdat voor de werknemer voldoende duidelijk en precies moet zijn beschreven wat de ontslaggrond of ontslaggronden zijn, zodat onmiddellijk duidelijk is voor die werknemer om welke reden die wordt ontslagen. Nou, de AG noemt ook nog een voorbeeld.
Het is bijvoorbeeld wel voldoende om op te schrijven dat als ontslaggrond dat iemand zich herhaaldelijk respectloos en ongepast heeft gedragen jegens vrouwelijke collega's. Dat is voldoende precies en duidelijk. Terwijl als je zou schrijven, er is onvoldoende aandacht geweest voor gezonde collegiale verhoudingen, dan is dat onduidelijk omdat het niet voldoende concreet en precies is omschreven wat dan die ontslaggrond precies is. Welke gedraging van de werknemer daaraan heeft ten grondslag gelegen. De AG zegt ook dat het niet nodig is om bij die ontslaggrond meteen al het bewijs als materiaal bij te voegen. Dus het is ook niet nodig in het geval bijvoorbeeld van klachten van andere medewerkers over een bepaalde werknemer, dat je dan bij die ontslagmededeling meteen al die klachten als bijlage bijvoegt. Het is niet nodig om dat bewijs meteen mee te sturen bij die ontslagaanzegging. Dus de AG van de Hoge Raad schrijft eigenlijk uiteindelijk in de conclusie dat als de reden maar voldoende precies is beschreven, dan is die nadere concretisering, dus de bewijsvoering, niet nodig. Omvangrijke documentatie hoeft dus niet te worden gespecificeerd in de ontslagreden. En ook hoeft de werkgever bij de aanzegging van het ontslag nog niet inzage te geven in al het bewijs dat die werkgever heeft. We weten natuurlijk allemaal dat als die zaak dan uiteindelijk naar de rechter gaat, de werkgever de ontslaggronden die genoemd worden voor het ontslag wel uiteindelijk zal moeten kunnen bewijzen bij de rechter. Maar het is niet nodig om dat al meteen mee te nemen in de mededeling van de ontslaggrond zelf. Uiteindelijk oordeelt de Hoge Raad dan naar aanleiding ook van dat advies van de AG. En die komt tot het oordeel dat het Hof, die dus geconcludeerd had dat die ontslagbrief onvoldoende duidelijk was, dat oordeel van het Hof niet begrijpelijk is zonder nadere motivatie. De Hoge Raad verwijst bijvoorbeeld naar de voetnoten in de brief. Dus je hebt die 16 ontslagredenen waren opgesomd. En in voetnoten bij die brief werd bijvoorbeeld ook verwezen naar vrouwonvriendelijke en antisemitische opmerkingen die de werknemer had gemaakt. En er was ook bewijs van in elektronische berichten. Dus die waren ook geciteerd nog in de ontslagbrief. Dus er was wel degelijk al een soort concretisering geweest van het racistische en intimiderende gedrag dat die werknemer voor de voeten was geworpen als ontslaggrond. De Hoge Raad zei, ja, daar komt bij dat er was een voornemen tot ontslag aan die werknemer gestuurd en daar heeft hij ook op gereageerd. En uit het feit dat hij al gereageerd heeft op die ontslaggronden, blijkt ook dat voor hem duidelijk moet zijn geweest, want hij heeft er ook een reactie op gegeven waar het om draaide. Dus ook dat weegt de Hoge Raad mee bij de conclusie dat er toch voldoende duidelijkheid was voor deze werknemer, of althans lijkt te zijn. Dan over het onderzoek, waarbij dat onderzoeksbureau had aangekondigd dat er nog hoor en wederhoor zou plaatsvinden. De Hoge Raad zegt, ja, dat is uiteindelijk iets wat losstaat van de ontslagreden. Die mededeling die de werkgever heeft gedaan in de ontslagbrief, daarvoor is niet nodig dat er al een heel onderzoeksbureau een onderzoek heeft afgerond, inclusief alles, als er op enig moment voldoende grond is om iemand te ontslaan. Ondanks het feit dat er een onderzoek wat was aangekondigd nog niet volledig is afgerond, dan mag je natuurlijk eerder ook al overgaan tot het ontslag op staande voet. Zonder dat dat onderzoek dan deugdelijk hoeft te zijn verricht of is afgerond. Het gaat om het moment dat die werkgever zelf voldoende bewijs heeft om te vinden dat er genoeg reden is voor een ontslag op staande voet. Goed, dus het oordeel van het Hof dat onderzoek onbetrouwbaar was en dat de ontslaggrond onvoldoende duidelijk was in die brief, dat wordt vernietigd en de zaak wordt terugverwezen naar een ander hof voor het opnieuw doen van een uitspraak over die zaak. Dat was de eerste uitspraak over het ontslag op staande voet van deze zomer. Dan de tweede. Dat is een iets formelere zaak nog over een ontslagvergoeding. Ik kijk even naar
de vragen. Ik zie dat er wellicht een vraag is binnengekomen, maar die krijg ik nog niet te zien op mijn scherm. Ik ga even verder. Als die binnenkomt, dan kijk ik nog even zo daarnaar. De uitspraak van de Hoge Raad op 7 juli 2023, het ECLI-nummer staat ook in de sheet, kunt u het zelf nog eens nalezen. Dat ging over de vraag hoe het ook alweer zit met de gefixeerde schadevergoeding bij een ontslag op staande voet. Zal ik hem je even geven? Die gefixeerde schadevergoeding, hoe zit dat daar ook alweer mee? Dat is de schadevergoeding die een werkgever of een werknemer in rekening mag brengen bij de andere partij die de dringende reden veroorzaakt heeft. En die schadevergoeding die bestaat uit het loon over de opzegtermijn die niet in acht is genomen, omdat er op staande voet ontslagen is. Ik kom zo even terug op dit verhaal. Ik ga nog even kijken naar de vraag die is gesteld. Wat is de consequentie voor een werkgever als een ontslag op staande voet niet gegrond wordt verklaard? Boete of puur doorbetalen op een andere grond ontslag vragen? Nou, dat hangt ook een beetje af van de vraag welke route de werknemer kiest. Als een werknemer op staande voet ontslagen wordt, dan moet hij binnen 2 maanden een verzoekschrift indienen bij de rechter om dat ontslag te laten vernietigen. Stel dat er een grond is voor vernietiging van dat ontslag op staande voet, dus als het misschien niet ernstig genoeg was of te laat gegeven is, en de werknemer vraagt om vernietiging van dat ontslag op staande voet, dan kan de rechter uitspreken dat ontslag inderdaad vernietigbaar is. En dat betekent dat de arbeidsovereenkomst in beginsel gewoon is doorgelopen. Dus dat betekent ook dat het loon gewoon doorbetaald moet worden en dat die werknemer in principe weer gewoon aan de slag moet in de functie die hij al had bij die werkgever, tot het moment dat er wel rechtsgeldig een einde is gekomen aan de arbeidsovereenkomst. Er zijn wel werknemers die denken van ja, als ik nou al op staande voet ontslagen ben door die werkgever, dat wordt toch geen gelukkig huwelijk meer. Dus de vraag is of ik wel een vernietiging wil van dat ontslag, of dat ik in plaats van een vernietiging van dat ontslag liever een schadevergoeding wil en een beëindigingsvergoeding, omdat ik eigenlijk toch ook zelf niet meer terug wil. De werknemer kan er dan ook voor kiezen om, dat deed die werknemer in die zaak van die CEO die ik net besprak ook, door geen vernietiging te vragen, maar wel de uitspraak dat de werknemer recht heeft op de transitievergoeding, dus de ontslagvergoeding, die een werknemer krijgt als er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de kant van de werknemer. Dus dan kun je aanspraak maken op die transitievergoeding. En je kunt aanspraak maken op, en dat is dan een beetje een soort schadevergoeding of boete voor het ontslag op staande voet. Alhoewel de Hoge Raad heeft gezegd dat het niet mag worden gezien als strafmaatregel. Maar het is wel een extra vergoeding die een werknemer kan claimen als hij ten onrechte door een werkgever op staande voet is ontslagen. En die billijke vergoeding, de hoogte daarvan, die moet dan weer bepaald worden aan de hand van, zoals de Hoge Raad dat dan altijd zegt, alle omstandigheden van het geval. Waarbij er allerlei zaken als schadevergoeding aan de orde kunnen komen. Dus dat kan gaan van immateriële schadevergoeding, dat zijn over het algemeen beperkte bedragen. Maar ook zaken als misgelopen inkomen, pensioenschade. Het is maar net in hoeverre de werknemer kan onderbouwen hoe hoog die schade is die geleden heeft. En dat kan dan tot uitdrukking worden gebracht in een billijke vergoeding. Dus dat zijn de gevolgen als een werkgever ten onrechte een ontslag op staande voet heeft gegeven. Dus of herstel van die arbeidsovereenkomst of allerlei soorten van ontslagvergoedingen en schadevergoedingen die betaald moeten worden. Waaronder bijvoorbeeld ook de gefixeerde schadevergoeding. Dat is vastgelegd in artikel 677 van boek 7 van ons burgerlijk wetboek. In deze zaak ging het over een werknemer die al 11 jaar in dienst was. Er was kennelijk een goede reden voor een ontslag op staande voet. En in dat kader had de werkgever op grond van dat artikel 677 een schadevergoeding gevorderd van de werknemer van 3 maanden loon.
Die 3 maanden die hielden verband met het feit dat die werknemer al 11 jaar in dienst was bij deze werkgever. En de werkgever redeneerde zo dat de opzegtermijn die de werkgever dan in acht had moeten nemen om deze werknemer te ontslaan, 3 maanden zou zijn geweest, hè, tussen de 10 en 15 jaar. Dan is de wettelijke opzegtermijn 3 maanden. Nou, wat staat er nou precies in dat artikel 677 van het BW? Het moet gaan om een dringende reden voor een opzegging. Hè? Dus een werknemer of een werkgever moet een dringende reden hebben veroorzaakt voor een ontslag op staande voet. De andere partij moet ook gebruik hebben gemaakt van zijn recht om een opzegging te doen vanwege die dringende reden. En als die wederpartij dus gebruik heeft gemaakt van die bevoegdheid tot opzegging, dan is degene die de dringende reden voor ontslag gegeven heeft een vergoeding verschuldigd aan de opzeggende partij. En in de wet staat dan dus dat de vergoeding overeenkomt met het bedrag aan loon over de periode dat de arbeidsovereenkomst had behoren voor te duren. Nou, en over die vraag gaat het dus. Wat is nou de periode die de arbeidsovereenkomst nog had behoren voor te duren? Is dat dan in het geval dat een werknemer een dringende reden geeft aan een werkgever voor ontslag op staande voet, is het dan de opzegtermijn van de werkgever, dus die 3 maanden die in deze zaak gevorderd was? Of gaat het om de opzegtermijn van de werknemer, hè, die in de regel in het kader van overeenkomsten vaak maar 1 maand is en in elk geval wettelijk gezien ook altijd maar 1 maand is? Goed om te weten dat de rechter die gefixeerde schadevergoeding dus dat bedrag ook altijd nog mag matigen, maar nooit minder dan het bedrag van het loon over de wettelijke opzegtermijn. Nou, de vraag die dus centraal stond in dit arrest bij de Hoge Raad was, hè, moet je nou uitgaan van de opzegtermijn van de werkgever of de opzegtermijn van de werknemer in de situatie dat de werknemer degene is die de dringende reden heeft gegeven voor het ontslag op staande voet. De kantonrechter die had in eerste aanleg het ontslag op staande voet vernietigd. Dus daar kwam de vraag niet meer aan de orde of sprake was van een gefixeerde schadevergoeding, want het ontslag op staande voet was niet rechtsgeldig. En daarmee was de werknemer ook geen ontslag op staande voet en geen gefixeerde schadevergoeding verschuldigd aan de werkgever. Nou, die werkgever ging in hoger beroep en uiteindelijk oordeelt het Hof dat er wel voldoende grond was voor een ontslag op staande voet. Die wijst 3 maanden loon toe als gefixeerde schadevergoeding. Dus het Hof ging uit van de opzegtermijn die de werkgever in acht had moeten nemen om uiteindelijk het ontslag van een werknemer te bewerkstelligen. 3 maanden, was 11 jaar in dienst. En bij het Hof had de werknemer ook geen verweer gevoerd tegen die vaststelling van die 3 maanden loon. Die had gezegd, er is geen sprake van ontslag op staande voet, maar was vergeten om te zeggen, ja, het had niet 3 maanden loon moeten zijn, maar het had maar 1 maand moeten zijn, want het gaat om mijn opzegtermijn en niet die van de werkgever. Dus het Hof stelt ook vast dat er geen verweer is gevoerd tegen die vordering en wijst die 3 maanden daarom toe. In cassatie gaat het niet meer om de vraag of er nou sprake was voor een reden voor ontslag op staande voet, maar alleen maar de vraag welke hoogte van die gefixeerde schadevergoeding moet er nou worden betaald. Ook hier krijg je dan eerst weer de conclusie van de advocaat-generaal en die zegt het volgende. Van belang is dat een werknemer altijd gedurende een dienstverband zelf kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dus de duur van het dienstverband zou, hè, als de werknemer zelf zou hebben opgezegd, maar maximaal 1 maand zijn. En daarmee ligt het voor de hand dat als de werknemer een dringende reden geeft, je moet kijken naar hoe lang had die arbeidsovereenkomst dan nog geduurd als die werknemer zelf wel rechtsgeldig had opgezegd. 1 maand. En zegt de AG, want als je andersom zou redeneren, dan zou dat oneerlijk zijn. Want op het moment dat een werknemer opzegt
Als de werkgever een dringende reden voor ontslag zou hebben gegeven, dus als een werknemer weggepest wordt, mag een werknemer ook vanwege een dringende reden opzeggen. Nou, dan zou die schadevergoeding, als je uitgaat van de opzegtermijn die de werknemer in acht had moeten nemen, altijd maar 1 maand zijn. Dus dan had de werkgever komt dan weg met maar een schadevergoeding van maar 1 maand, hè, terwijl dat degene is die verkeerd heeft gehandeld. En omgekeerd is de situatie dan zo dat op het moment dat een werknemer iets verkeerd doet, die wel de volledige opzegtermijn van de werkgever moet betalen. Dus dat is oneerlijk als je die situaties naast elkaar zet. Dat leidt gewoon tot het oordeel dat het gaat om de vraag wie degene is die de dringende reden heeft veroorzaakt. De opzegtermijn die voor die partij geldt, is leidend voor de hoogte van de gefixeerde schadevergoeding. En de Hoge Raad die volgt ook weer de redenering van de advocaat-generaal. En die zegt, hè, de gefixeerde schadevergoeding is een compensatie voor het feit dat de opzegger wordt geconfronteerd met een eerder einde dan wanneer de veroorzaker van de dringende reden zelf zou hebben opgezegd met inachtneming van de voor haar geldende opzegtermijn. Dus dat betekent dat de conclusie is dat degene die de dringende reden heeft veroorzaakt, de opzegtermijn die voor die partij geldt, is leidend voor de hoogte van de gefixeerde schadevergoeding. En dan geeft de Hoge Raad eigenlijk ook nog een kleine vege uit de pan aan het Hof. Die had namelijk gezegd, ja, die werknemer heeft geen verweer gevoerd tegen die 3 maanden en dus wijzen we toe. Dat is onterecht, zegt de Hoge Raad, want van het Hof mag worden verwacht dat die ambtshalve toetst of die gefixeerde schadevergoeding wel goed is berekend en goed is bepaald. De beschikking van het Hof wordt vernietigd in deze zaak en de Hoge Raad wijst de schadevergoeding toe van maar 1 maand. Goed, dat was het dan voor wat betreft de uitspraken over het ontslag op staande voet. Dan geef ik graag het woord aan mijn collega Liesbeth over ontslag en mediation in deze zaak. Dankjewel, Dis. Ja, dan gaan we verder met het onderwerp mediation. Komt best met enige regelmaat voor in uitspraken van met name lagere rechters. Maar nu inmiddels ook bij een uitspraak van het Hof. Ik begin heel eventjes met eigenlijk het basisbeginsel van mediation. Waar het in deze zaak over gaat. En dat is een van de basisbeginselen voor mediation is vrijwilligheid. En dat komt omdat als je bij een mediator aan tafel zit, dat beide partijen bereid moeten zijn om te werken aan een oplossing voor het conflict wat zij samen ervaren. En als dat werkt eigenlijk alleen als beide partijen ook daar vrijwillig zitten en bereid zijn om daarvoor te gaan. Dus als je één van beide partijen zou dwingen om bij de mediator aan tafel te zitten, dan is eigenlijk de basis die er zou moeten zijn, die ontbreekt. Dat gezegd hebbende ga ik naar de feiten in deze zaak. Het ging hier om een werknemster die al lang in dienst was bij een grote werkgever, meer dan 20 jaar. En zij had een functie met een heel groot pakket aan taken. En zij was op enig moment kwam zij terug van vakantie en opende zij haar mailbox. En normaal gesproken deed zij dat eigenlijk altijd al in de vakantie en hield haar mails een beetje bij. Maar dat had ze dit keer nou bij uitzondering een keer niet gedaan. Zij opende haar mailbox en vond in haar mailbox 400 mails. Daar raakte zij een beetje van in paniek. En zij kwam tot de conclusie dat ze het eigenlijk allemaal niet meer, dat ze het niet meer overzag. Ik zie door de bomen het bos niet meer, ik kan het niet meer aan. Dat leidde ertoe dat zij zich ziek meldde. Bij de bedrijfsarts terecht kwam. En de bedrijfsarts die adviseerde haar om,
die verwees haar eigenlijk naar HSK. En HSK is een organisatie die zich bezighoudt met het behandelen van psychische klachten. Zo geschiedde. Uiteindelijk ging zij weer voor een gedeelte haar werkzaamheden hervatten. Probeerde zij met haar werkgever af te stemmen welke werkzaamheden ze dan zou doen. En zodat dat zou kunnen leiden tot succesvolle reïntegratie. De gesprekken met die werkgever over de reïntegratie die liepen heel erg stroef. En zij ondervond daar tegenwerking. En het was eigenlijk wel duidelijk dat de werkgever het allemaal maar een beetje... haar niet eigenlijk niet heel serieus nam in haar klachten. En vond dat ze eigenlijk maar gewoon normaal moest doen en snel weer aan het werk moest gaan. Die mevrouw kwam weer terug bij de bedrijfsarts. En die bedrijfsarts die hoorde dat aan en die zei: het is mij wel duidelijk dat de gesprekken over de reïntegratie niet soepel verlopen. En als een van beide partijen daar behoefte aan heeft, adviseer ik professionele bemiddeling in te zetten. Die werknemster had daar zeker behoefte aan en legde dat ook voor aan de werkgever. Maar de werkgever wilde daar eigenlijk niet van horen en gaf daar geen gehoor aan, wilde daar niet aan meewerken. Uiteindelijk liepen de spanningen tussen partijen over de inhoud van de reïntegratie nog verder op. En dat leidde ertoe dat de werknemster zich opnieuw volledig ziek moest melden. Die werkgever vond dat vervelend en was daar eigenlijk niet van gediend. Stuurde haar een waarschuwing omdat zij niet op het werk was verschenen en kondigde ook maar meteen een loonstop aan. Moet ik misschien even doorklikken met de PowerPoint? Ja, excuus, ik ben helemaal... Ja. De werkgever weigerde mediation. De werkgever kondigde een loonstop aan en zette zo de werknemster verder onder druk. Die werknemster kwam opnieuw weer bij de bedrijfsarts. En die bedrijfsarts adviseerde in dit geval dringend professionele bemiddeling. Daarmee ging de werknemster weer terug naar de werkgever, maar die werkgever zei: nee hoor, niks aan de hand. Wij hebben geen conflict. Mediation is niet nodig en we gaan jouw loon stopzetten. Op dat moment kon die werknemster eigenlijk niks anders doen dan dreigen met een kort geding. En zij vroeg tegelijkertijd bij het UWV een deskundige oordeel aan. Die werkgever die voelde wel aan dat het nog langer weigeren van mediation niet verstandig was. En onder druk van het kort geding vond er alsnog mediation plaats. Waarbij partijen met elkaar om de tafel zaten, maar niet tot elkaar kwamen. Want het conflict was op dat moment al zodanig ernstig dat het gewoon voor de mediator niet mogelijk was om nog succesvol te bemiddelen. En partijen kwamen niet tot elkaar. Dat leidde ertoe dat de werknemster dacht: ik zie hier geen mogelijkheden meer. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Mij rest nog maar één ding eigenlijk en dat is ontbinding te vragen. En zij wendde zich tot de kantonrechter en zij vroeg voorwaardelijke ontbinding. Namelijk ontbinding onder de voorwaarde dat aan haar een transitievergoeding werd toegekend. En daarnaast vroeg zij ook toekenning van een billijke vergoeding. Dat is wel een risico, toch? Als je als werknemer zelf ontslag vraagt bij de rechter. Ja, maar dat is denk ik ook de reden waarom zij voorwaardelijke ontbinding vroeg. Omdat stel dat,
Ze vroeg het ontbinding onder de voorwaarde dat zij een transitievergoeding toegekend zou krijgen. En dat zou dus betekenen dat als de kantonrechter zou besluiten om haar geen transitievergoeding toe te kennen, dat de ontbinding niet door zou gaan en zij bij de werkgever in dienst zou blijven. Slimme aanpak. Ja, dat vind ik ook een slimme aanpak. De kantonrechter moest over deze zaak oordelen. Die overwoog, keek naar de feiten en kwam tot de conclusie dat deze werkgever stelselmatig het conflict met de werknemster had ontkend en het advies tot professionele bemiddeling, zoals kantonrechter het noemde, bot had geweigerd. En daarnaast eigenlijk met opzet de verhoudingen zodanig op scherp had gezet om zo de kans op een beëindiging te vergroten. Nou, dat nam de kantonrechter de werkgever heel erg kwalijk en zag aanleiding om de arbeidsovereenkomst te ontbinden en kende daarbij aan de werknemster inderdaad de transitievergoeding toe. En die was in dit geval, omdat zij een lang dienstverband had, was die ruim 78 of bijna 79.000 euro. En daarnaast kende de kantonrechter aan de medewerker of aan de werknemster een billijke vergoeding toe van 45.000 euro. En de kantonrechter legde nog uit, verwees nog naar de rechtspraak van de Hoge Raad in zaken New Hairstyle, Zinzia en Service Now, waarin de Hoge Raad dus een aantal gezichtspunten heeft gegeven op grond waarvan de hoogte van de billijke vergoeding kan worden bepaald. En er zijn allerlei zaken die daarin een rol spelen. Dies heeft dat net al eigenlijk wat uitgebreider uitgelegd. Maar de kantonrechter overwoog hier ook met zoveel woorden dat de billijke vergoeding tevens bedoeld is om een afschrikwekkende werking te hebben. En dat werd hier nog eens een keer benadrukt in deze zaak. De werkgever, dat zal u niet verbazen, die kon zich niet vinden in deze uitspraak van de kantonrechter en besloot om hoger beroep in te stellen bij het gerechtshof. Nou, het gerechtshof die gaat ook weer al deze feiten beoordelen. En ik moet vergeten te zeggen, de werkgever die verzocht bij het gerechtshof onder meer om terugbetaling van de transitievergoeding en terugbetaling van de billijke vergoeding. Nou, het gerechtshof loopt weer opnieuw langs alle feiten die de kantonrechter al heeft behandeld en zegt, ja, ik ben het eigenlijk volledig eens met de beslissing van de kantonrechter. Wat de werkgever hier gedaan heeft, dat kan echt niet. De werkgever heeft de zaak echt bewust op de spits gedreven, heeft een dringend advies van de bedrijfsarts en later ook het advies van het UWV in het deskundige oordeel gewoon naast zich neergelegd en heeft echt aangestuurd op een conflict waarmee uiteindelijk zou leiden tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst moet eindigen en deze mevrouw moet een transitievergoeding en een billijke vergoeding krijgen. En het Hof kende aan deze mevrouw zelfs een hogere billijke vergoeding toe, namelijk een billijke vergoeding van 65.000 euro. En het feit dat er een hogere billijke vergoeding werd toegekend kwam omdat deze mevrouw zich na de uitspraak van de kantonrechter hersteld had gemeld. Naar haar zeggen omdat zij niets meer met deze werkgever te maken wilde hebben. En ook niet na afloop van het dienstverband nog iets aan in verband met reïntegratie met die werkgever te maken wilde hebben. En het Hof zei, ja, zij deed dat
omdat ze zo wanhopig was en zo graag van deze werkgever af wilde. Maar als je dat buiten beschouwing laat, dan zou zij in feite veel meer tijd nodig gehad hebben. Zou dit dienstverband niet zijn geëindigd, zou dat dienstverband langer hebben voortgeduurd en zou zij hoogstwaarschijnlijk de volle 2 jaar ziekte hebben volgemaakt. En dat feit, die veronderstelling, nam het Hof mee in de bepaling van de hoogte van de billijke vergoeding, die zodoende hoger uitviel dan in eerste aanleg. Het is wel bijzonder dat die lat van ernstige verwijtbaarheid dus zo werd ingekleurd, ook door het Hof en door de kantonrechter, dat de werkgever dus ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en dat dit soort grote bedragen dan worden toegekend. Ja. Je ziet wel vaker, denk ik, ook bij werkgevers dat met name als er psychische klachten zijn, dat dat niet altijd even serieus wordt genomen. Ja, en dat is natuurlijk niet zoals het hoort, want het is niet de werkgever die bepaalt of iemand psychische klachten heeft. Net zo goed als een werkgever niet kan zeggen, ik aanvaard deze ziekmelding niet, want dat is niet aan de werkgever om dat te beslissen. Daar hebben we natuurlijk een professionele partij voor en dat een onafhankelijke professionele partij. En dat is de bedrijfsarts en eventueel het UWV. En hier heeft eigenlijk de werkgever de psychische klachten van deze mevrouw alleen maar verergerd. Door haar niet serieus te nemen, door niet te luisteren naar de adviezen en heel doelbewust eigenlijk het conflict alleen maar erger te maken met dit gevolg. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Dus je ziet dus dat in deze zaak het negeren van het advies voor mediation en uiteindelijk het gewoon weigeren om te mediëten, althans helemaal op het laatst alsnog mediation in te zetten op het moment dat het al te laat was, dat de werkgever heel erg kwalijk wordt genomen. Ja, naar mijn mening terecht. Ja. Ja. Dus, dit is een van de. Nou, het komt al vaker voor dat mediation een rol speelt in dit soort zaken. En dat is dan meestal met name als het gaat om ziekte. Of ziekte als gevolg van een conflict. Maar goed, dit is toch wel een interessante uitspraak. Die leidt tot een hoge billijke vergoeding. Ja. Dus is het dan eigenlijk zo dat op het moment dat een bedrijfsarts zo'n advies geeft van begeleiding van gesprekken of het advies, daarmee is mediation of gespreksbegeleiding wat minder vrijwillig dan mediation eigenlijk voorstaat, maar je moet het toch doen dan? Ja, omdat en niet alleen omdat het dit gevolg kan hebben wat we hier hebben besproken met betrekking tot een ontbinding, maar ook omdat natuurlijk een werkgever 2 jaar loon moet doorbetalen. En in het kader van de reïntegratieverplichtingen die beide partijen hebben, maar die ook de werkgever heeft, het natuurlijk van belang is dat als een bedrijfsarts mediation adviseert en je dat advies niet opvolgt, dat uiteindelijk op het moment dat de werknemer bijna 2 jaar ziek is, dat het UWV gaat beoordelen of werkgever en werknemer, maar in dit geval even de werkgever, voldoende aan reïntegratie heeft gedaan. En als je dan als werkgever het advies van de bedrijfsarts om mediation in te zetten bij een arbeidsconflict hebt genegeerd, dan kan dat dus ook nog leiden tot een loonsanctie van het UWV, waarbij de werkgever een extra derde ziektejaar moet doorbetalen. Ja. Dus ja, zowel in dat opzicht, de adviezen van de bedrijfsarts voor reïntegratie met betrekking tot uiteindelijk de WIA-beoordeling, maar ook de noodzaak om het conflict op te lossen, is het gewoon heel belangrijk dat je als werkgever die adviezen opvolgt. En ja, is dat wel een nuance aan de vrijwilligheid in die zin dat er wel wat van je wordt verwacht. Ja. Goed,
Ik weet niet hoe laat het is of het uur bijna of het uur bijna vol is. Nog 5 minuten krijg ik te horen. Zijn er nog vragen, Dies? Nou, er werd hier net gevraagd of de vindplaats van een van de uitspraken nog even terug in beeld kon van het gerechtshof Amsterdam, denk ik. Ik denk dat we dan even terug moeten. Gerechtshof Amsterdam is gerechtshof Amsterdam 2023, 2133. Is het Eline, maar ik denk dat je met die ook nog terug kunt. Ik ga hem even terughalen. Ja. Dat is de vindplaats van die van het gerechtshof in Amsterdam. En ik geloof dat de sheets uiteindelijk ook, als we dit plaatsen, hè, dit kan straks ook nog niet live, maar on-demand worden bekeken, dan kunnen de sheets worden gedownload. Dus dat is straks terug te vinden op de website van de AVDR en uiteindelijk ook bij onze website van Van Bladel Advocaat. Ja, ik weet niet, dat waren in elk geval de vragen. Ik denk dat we eigenlijk wel klaar zijn. Kunnen afsluiten. Nou, dan rest mij om u allen heel hartelijk te danken voor het kijken. We hebben dit met veel plezier gedaan. En heel erg bedankt aan de Academie voor de Rechtspraktijk voor alle ondersteuning. En nogmaals, mocht u vragen hebben, mail ze dan gerust. Dan komen wij daar nog schriftelijk op terug. En dan wens ik u allen een hele prettige dag.